Welkom bij de webinar Zelfdoding. Wij zijn er nog. Fijn dat jullie er zijn. En jullie zijn er met veel, want we hebben in totaal ruim 900 aanmeldingen gehad. Iedereen is duidelijk nog niet binnen, maar dat zal langzaam wel binnendruppelen. Dit is de eerste keer dat we dit doen vanuit 113, dus wij vinden het best spannend. We willen wel heel graag in de toekomst meer gaan doen met ervaringsdeskundigheid, omdat we dat belangrijk vinden, omdat we denken dat het heel waardevol kan zijn in het herstel. Maar we staan daarom dus ook heel erg open voor feedback, voor ideeën. Laat die absoluut weten. Ik zal aan het einde van deze webinar een e-mailadres, contactgegevens delen, zodat jullie daar naartoe kunnen mailen. En achteraf zal ik ook nog een mail rondsturen. Heb je vragen tijdens deze webinar, dan kan je die stellen in de Q&A. Die staat onderaan in beeld, kan je op Q&A drukken. En die zullen we dan halverwege de webinar zullen we overgaan naar het beantwoorden van Q&A-vragen. Een selectie uiteraard, want we hebben vooraf ook al een stuk of 70 vragen ontvangen. Die zullen we ook tijdens het gesprek proberen te beantwoorden. We proberen in ieder geval zoveel mogelijk ontvangen vragen te beantwoorden. Nou, zoals je begrijpt gaat het tijdens deze webinar over zelfdoding, over ons verhaal, over destructiviteit, zelfbeschadiging, depressie, alles wat erbij komt kijken, angsten. Dit kan ervoor zorgen dat je tijdens een verhaal geraakt wordt, misschien omdat je in het verleden net zoiets hebt meegemaakt of in het heden. Dan zou ik je adviseren als echte emoties heel erg oplopen om even te kijken, is er iemand in je omgeving om je even bij te uiten, om je verhaal even te doen, even bij te spuien, desnoods via WhatsApp of wat dan ook. Heb je die niet in je omgeving, weet dan dat 24/7 je terecht kunt bij 113. Gratis gewoon 0800 0113 of via de chat 113.nl. Er zit extra mankracht vanavond, dus schroom niet. Je stelt je niet aan. Ga gewoon en laat je even steunen. Ik zal gedurende deze webinar mijn best doen om het geheel te begeleiden. En dat leidt me naar mijzelf voorstellen. Mijn naam is Scarlett Hemkes. Ik ben communicatieadviseur en persvoorlichter bij 113. En ik leid ook het ervaringsdeskundigheidsproject bij 113. Dat betekent ook dat ik al meer dan 12 jaar als ervaringsdeskundige werk. En dat betekent natuurlijk ook dat ik het nodige heb meegemaakt in het verleden. Daar zal ik kort even iets over zeggen. Ik heb in het verleden, eigenlijk altijd al had ik van jongs af aan een angst voor de dood. En ergens ook een soort verlangen voor de dood. Niet om dood te zijn, maar om een soort van oplossing te vinden voor mijn problemen. Een uitvlucht voor gevoelens. Ik werd vroeger gepest, ik had een negatief zelfbeeld, ik had problemen thuis, ik kon niet goed met mijn gevoelens omgaan, wist niet hoe die te uiten, wat uiteindelijk belandde in destructief met mezelf omgaan, mezelf pijn doen, slecht omgaan met eten en mezelf isoleren van alles en iedereen, wat er uiteraard ook voor zorgde dat ik steeds depressiever werd. En op een bepaald moment geen studie meer had, geen werk meer had. En eigenlijk dacht, heeft het allemaal nog wel zin? Het is me toen gelukkig gelukt om met de juiste hulpverlening, wat ook de nodige bloed, zweet en tranen heeft gekocht, om bij de juiste hulpverlening terecht te komen. Er toch weer uit te komen, in deeltijd een studie af te maken en een baan te vinden. Toen nog bij GGZ Rivierduinen. En nu sinds 2 jaar bij 113. Dus daar ben ik wel trots op. Ik ga het hele webinar gelukkig niet in mijn eentje doen. Dus dit was even kort mijn verhaal. Ik ga het met 5 andere ervaringsdeskundigen doen. En die stel ik graag aan jullie voor. En ik wil beginnen bij Vera. Nou, mijn naam is Vera. En je kan mij kennen als Vera Camila. Ik ben al sinds 2009 actief online op mijn eigen blog eerst en nu vooral nog steeds op YouTube en Instagram. Ik ben begonnen met posten over beauty, make-up.
En destijds was dat waar ik me mee bezig hield. Maar ik heb ook al heel lang een gegeneraliseerde angststoornis. Dat is in mijn tienertijd vastgesteld, maar ik kan me niet voorstellen of eigenlijk niet herinneren dat er een tijd was waarin ik niet bang was en niet aan het piekeren was. In 2018 resulteerde dat ook nog eens in een burn-out door mijn perfectionisme en die angst. Het was gewoon geen goede combinatie. En in mijn burn-out wilde ik nog steeds heel graag, maar ik kon niet meer. En na een jaar flipte dat en wilde ik vooral ook niet meer. En merkte ik dat ik helemaal nergens zin in had. En merkte ik dat ik steeds meer suïcidale gedachten kreeg. Dat was heel pittig, want dat was helemaal niet iets wat ik in mezelf herkende. Het was ook een beetje dat ik dacht, oh, komt dit er ook nog een keertje bij? Dus toen ging het best wel snel bergafwaarts met mij. Maar gelukkig pikte mijn omgeving, mijn vriend, het heel goed en snel op. En ben ik via de huisarts doorverwezen naar de crisisdienst. Daar ben ik heel goed geholpen. En sindsdien praat ik hier heel veel over op Instagram vooral. En heb ik ook, als je op mijn Instagram-account kijkt, verschillende highlights, waaronder een highlight Mental Health, waarin ik al mijn tips eigenlijk deel en vertel over mijn eigen ervaringen. En momenteel gaat het best wel goed. Dan kan ik in ieder geval functioneren en leer ik omgaan met ja, mijn hele bagagepakketje, zeg maar. Max? Yes, hallo. Ja, mijn naam is Max, 27 jaar en ja, mijn relatie met dit onderwerp, dat is inmiddels wel even geleden. Maar dat begon een beetje, ja, toch wel rondom mijn puberteit, zeg maar. Last van, ja, onverwerkte trauma's. En ik had al wat langer last van paniekaanvallen en ook herbelevingen. En daar kon ik zelf nooit helemaal plaatsen, dus daar werd ik ook heel onzeker van. En dat maakte ook dat ik me steeds meer terugtrekte. Ik zat eigenlijk alleen maar op mijn kamer op een gegeven moment. En maakte mijn sociale netwerk ook steeds kleiner. Dat zorgde er ook voor dat ik op een gegeven moment daar, ja, depressieve klachten van ging krijgen. Dat werd ook steeds lastig. En ik begon mezelf eigenlijk steeds verder in te graven. En daarna begon ik ook vast te lopen gewoon in dan de dingen die ik dan nog wel deed. Qua studie en opleiding en sport. En toen ben ik daarbij ook suicidaal geworden. En toen is het echt wel flink even uit de hand gelopen voor mijn tijd. Daarbij wel al redelijk vroeg begonnen met behandeling eigenlijk. Maar ja, ik stond er op een bepaalde manier zelf nog niet echt voor open om daar te veranderen in te willen. Dus dat, ik volgde wel behandeling, maar ik kwam er nog niet helemaal uit, zeg maar. Dus dat heeft ook nog even geduurd. Op een gegeven moment ook opnames meegemaakt, ja, pogingen meegemaakt en daarna opnames. En uiteindelijk met hele kleine stapjes ook weer mijn weg eruit moeten vinden. En nou ja, daar gaan we deze webinar over hebben van, ja, hoe ziet zo'n weg er dan daar weer uit? Want dat, als je me dat toen had gevraagd, had ik me dat echt niet kunnen voorstellen. En daar wil ik dus vandaag ook wat graag wat over delen. En ook wel handig om te zeggen, ik werk nu ook in de hulplijn van 1 en 3. Dus voor mij is dat cirkeltje wel mooi rond inmiddels. Mooi. Robert? Ik ben Robert, ik ben professional kinder- en jeugdpsychiater. En ik zit hier ook omdat ik een aantal keer verteld heb over mijn jeugd en geschiedenis. Onder andere bij zomergasten een aantal uren verteld heb over mijn suïcidegedachten die ik had toen ik tiener was. Dat is natuurlijk een heel andere tijd. Dat was in de jaren 80. Toen werd er nog helemaal niet gesproken over dit onderwerp. En dat is de reden ook waar ik het ook wel over had. Om van belang vind om aandacht te geven aan kwetsbaarheid. Maar ook omdat ik zie nu in ons vak dat we heel erg naar, ja, naar diagnoses en klassificaties gaan. Terwijl ik denk van, nee, je moet veel meer aandacht geven aan kwetsbaarheid als onderdeel van het verhaal van mensen. Wat ook bij mij eigenlijk die gedachten te maken hadden met heel veel wat in mijn jeugd gebeurd is. Mijn gezin die uit elkaar viel, mijn moeder die vertrokken is en dat soort zaken. En ik denk dat wel heel veel van belang zou zijn om daar eerder aandacht aan te besteden. En wat ik tussen ook weet, dat vind ik ook van belang om daarover te praten, dat er heel veel professionals zijn met ervaringen. Bij zichzelf of bij een broers, zussen, familie en omgeving. En dat ik merk dat er, ja, toch bij de professionals ook een soort van, ja, stigma, hele grote terughoudendheid is om daarover te praten. Terwijl ik denk van, ja, uiteraard moeten we niet te pas en te onpas over praten, maar wel, ja, toch ook tonen dat wij ook kwetsbaar zijn. En ik denk dat dat een belangrijk, ja, onderdeel kan zijn om
om goed te kunnen helpen. Dus dat is de reden waarom ik hier graag ben. Hoi. Marjolein. Yes, ik ben Marjolein. Ik ben 26. En waarom ben ik hier? Ik heb eigenlijk, zover ik me kan herinneren, al last van mezelf. Dat begon vooral als angst op de basisschool al. En vanaf mijn 13e kwamen daar ook zelfbeschadiging bij en veel bezig met de dood. Ik heb daar toen nooit over gepraat, niet gedeeld. Ik was ook bang dat het afgepakt zou worden. Dus ik wilde ook niet dat mensen het wisten, want ik wilde het niet loslaten. Steeds verder mensen weggeduwd, mijn ouders weggeduwd, vrienden weggeduwd, steeds meer isoleren. Wel af en toe hulp gehad, maar daar stond ik eigenlijk maar half zelf in. Ik wilde niet echt. Ik was ook wel eigenwijs in therapie, dus dat hielp voor mij op dat moment ook niet. Nou, dit is wel helemaal in mijn studententijd helemaal geëscaleerd met pogingen en opnames, meerdere opnames. En uiteindelijk heb ik wel de juiste hulp gehad. Dus nu ben ik er nog en ben ik hier. En ik ben nu werkzaam ook bij 113, net als Max. Zowel in de hulplijn als bij de therapie. Dus ik ben online therapeut bij 113. Hoi. Voordat ik Nigel voorstel, wilde ik even naar een introductie gaan van hem. Want Nigel zit hier niet zomaar. Daar gaat een verhaal aan vooraf. En dat zal ik even in een video van 1 minuut tonen. Ik hoop dat het werkt. In Nederland sterven jaarlijks ruim 1800 mensen door zelfmoord. Dat is ruim 5 personen per dag. Je laat me in het duister, maar gooi het eens naar buiten. Laat me met je praten, wil alleen maar vragen. Hoe het met je gaat. 5 personen per dag. En Ice Queen, ik zou even uit op de 113 doen. En gewoon eventjes naar de chat gaan. I think you need it. Ik zie je, voel je al die liefde. Het is beter als je praat, want niemand hier wil je verliezen. Niemand wil je dood. Hou je hoofd omhoog. Ik hoor je en ik zie je, voel je al die liefde. Zeg me wat je denkt, want ik doe je niet verliezen. Hou me in het oog. Ja, want Nigel heeft eind vorig jaar een inzamelingsactie gedaan voor 113. 24 uur lang via Twitch is hij gaan streamen. En niet alleen dat, hij heeft ook een song, in ieder geval het refrein van een song, heeft hij samen met zijn kijkers gemaakt. Die song gaan we vandaag een preview van geven, want die komt op 11 maart, dus 113, komt die uit, samen met een videoclip. Nigel, hoe kwam je tot dit alles en wie ben je? Ja, ik zal me voorstellen, mijn naam is Nigel, Nigel Sean als artiestennaam en streamnaam. En ik ben een livestreamer, songwriter en uitvoerend artiest. En sinds de coronapandemie dus gaan livestreamen. En daar ben ik eigenlijk heel snel achter de waarheid gekomen. Voor mezelf in ieder geval, dat er onder de jongeren heel veel sprake is van de depressie, ongeluk, dingen die thuis gebeuren. En nu in de digitale era dat heel veel kinderen achter hun toetsenbord kruipen en daar een uitweg zoeken. En ook heel vaak op de verkeerde plekken terechtkomen, waardoor dat dus voor mij heel erg schrikken was om te zien wat er allemaal in mijn chat gebeurde qua de opmerkingen van sommige jongeren in mijn volging, zeg maar. Echt 13, 14 jaar. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar gewoon het feit dat ze tegen mij zeiden van ik wil niet meer. En ik ben natuurlijk, ja, je zei net van ik heb 5 specialisten. Ik voel mezelf dus juist absoluut geen specialist. Daarom dat ik me dus ook
heb ingezet voor 113 en dat ik ook in mijn chat altijd een uitroepteken 113 heb, zodat mensen een linkje krijgen om naar 113 te gaan, om daar verder hopelijk hun verhaal te kunnen doen, omdat ik weet niet hoe ik erop moet reageren. Ik kan niet eens op mezelf reageren in de spiegel, laat staan op iemand anders als ik zulke gedachten heb. Dus ik ben toen op een gegeven moment, eerst voor depressie ben ik 24 uur live gegaan. Om daar aandacht voor te geven. En toen merkte ik dus dat heel veel mensen met dat verhaal kwamen, maar dat het dus ook erger was dan dat. Toen ben ik voor 113 voor jullie gaan streamen. En ook daar heel veel mooie, maar ook heel veel verhalen met impact op mij, maar ook op mijn vrienden, familie die ook aan het kijken waren, et cetera. En toen hebben we een nummer geschreven. In ieder geval een refrein. En daaruit is een hele song gekomen. Waar dus ook een videoclip van gemaakt wordt. Nu die volgende week uitkomt. Ik weet niet wat ik nog meer moet vertellen. Maar dit is, nee, mooi. Ja. Dit is al heel wat. Dankjewel. Even kijken hoor. Ik zal hem nog een keer laten horen. Nou, het programma van vanavond, we zijn natuurlijk al eventjes onderweg. Tussen 7 en 8 willen we in ieder geval onze weg naar herstel delen. En dat gaan we doen op basis van de 4 fases van herstel. En tussen 8 en 8:30 willen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden die jullie in de chat of Q&A hebben gesteld. Ik zie dat er ook wat vragen in de chat worden gesteld. In principe kunnen de panelleden, zeg maar, als ze ergens op willen reageren, volgens mij daar wel op reageren tussendoor. Ik zeg het even, want we hebben volgens mij niet tussendoor een appgroep gemaakt waarbij ik jullie kan contacten, dus dat moet gewoon live. Even kijken, nou, wat ik zei dus, de 4 fases van herstel. Nou, herstel gaat natuurlijk niet zo lineair in 4 fases. Ik bedoel, dat gaat met pieken en dalen en van de ene fase naar de andere fase en met een terugval erbij en soms een enorme sprong. En, maar volgens Gagne, ja, ik heb dit mooi opgezocht, maar ik weet niet eens hoe het uitspreekt, bestaan er 4 fases van herstel. Overweldigd worden door de problemen, worstelen met de problemen, leven met de problemen en leven voorbij de problemen. En we hebben aan de hand van die fases hebben we een aantal thema's gekoppeld en aan de hand daarvan willen we met elkaar in gesprek gaan. Dus laten we eigenlijk gewoon maar beginnen bij de eerste fase. En dat is dus overweldigd worden door je problemen. Nou, wat ik zelf heel erg herken is, het valt wel mee. Je weet dat er iets aan de hand is, maar je bagatelliseert het eigenlijk heel erg. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan bij Max of bij Marjolein was. Hoe zagen jullie problemen eruit en hoe ging je er mee om? Ik weet niet wie daar iets over wil zeggen. Ja, daar kan ik wel over beginnen, om het ijs maar te breken. Dat niet tot last willen zijn is wel heel herkenbaar voor mij. Dat was echt wel een rode draad, gewoon vanaf het begin. Met de paniekaanvallen en de herbelevingen meende ik al van, ja, dat ik zag de reactie in anderen en ik zag dat dat heftig voor ze ook hun was. En dat wilde ik zoveel mogelijk verstoppen. Daarom heb ik ook meer en meer gaan terugtrekken. En op een gegeven moment zorgde dat terugtrekken juist ook dat mensen zich nog meer, nou, dan mijn ouders dan met name, zich nog meer zorgen gingen maken. En daarmee kwam ik ook in een enorme vicieuze cirkel terecht van, ik wil me eigenlijk zoveel mogelijk verstoppen, ik wil er eigenlijk niet meer zijn, want dan hoop ik dat ze zich minder zorgen maken, maar dan nemen de zorgen alleen maar toe en daar had ik helemaal geen grip op. En wat daarbij nog ook kwam voor mij, dat is iets waar ik ook wel een worsteling mee had, dat ik dan ook echt dacht van, ja, ik moet toch een beetje, verman jezelf nou eerst, wees nou sterk, gewoon waarom stel ik me zo aan, waarom ben ik zo zwak? Ik had heel veel oordelen naar mezelf daarover. En mede door die oordelen kon ik daar ook geen ruimte meer in vinden voor mezelf. Want ik heb mezelf al zo erg aan de kant gezet, maar dat ik gewoon niet oké was. Dat het gewoon niet oké was dat ik me zo verhield tegenover mijn ouders, die in principe de beste intenties hadden, maar dat liet ik ook niet toe. Dus er kwamen heel veel verwijten bij kijken. En daarin, ja, voelde ik me steeds grotere last worden. En dat draagt dan ook bij dat je dan op een gegeven moment gedachten krijgt van, kan ik dan niet beter niet meer zijn? En dat soort dingen. Dat versterkt elkaar heel erg. Ja. Zo was dat mij. Nou, had je dan ook bijvoorbeeld de neiging om meer een soort masker op te zetten van, het gaat allemaal goed met mij?
Dat als ik dan naar beneden kwam, heel concreet om te eten, dan kon ik best wel gewoon me normaal verhouden tot anderen. Maar zodra het eten klaar was, ging ik weer naar boven. En dan zat ik eigenlijk weer in mijn bed, het verdrietig zootje te zijn, zeg maar. Dus ik kon in contact met anderen, kon ik me heel lang wel een masker voorhouden. Op een gegeven moment is dat masker ook echt gebroken. En dat was het moeilijkste stukje, want dat hield ik niet vol. Ik wilde steeds harder worden en ik werd ook steeds harder naar mezelf toe. En op een gegeven moment breekt dat dus ook. En toen was dat masker ook weg. Ja, herkenbaar. Ik ook lang... niet tot last zijn. Ik probeerde dat echt op te lossen door een masker op te zetten. Van, nou, bij mij gaat het wel goed. En zolang ik maar blijf studeren en zolang ik maar blijf werken... ben ik niet echt depressief. Want ik ben ook best wel opgevoed met het idee van... gewoon door blijven gaan, doorknallen. Het gaat wel voorbij. Dus ik had zoiets van, zolang ik mijn studie volg, ben ik niet echt ziek en hoeft niemand zich echt zorgen te maken. Mm-hmm. Dus ik liet ook niet echt zien wat mijn leven daarbuiten die studie was. Want toen daarbuiten lag ik alleen maar in mijn bed. Was ik heel veel bezig met zelfhaat eigenlijk. Maar naar mijn omgeving probeerde wel te zeggen, nee, het gaat wel beter. En, ik ben niet meer zo somber als eerst. Ja, terwijl dat helemaal niet waar was. Ik was echt heel hard aan het liegen eigenlijk. Ja. Voor wie deed je dat dan, dat liegen? Deels omdat ik niet wilde dat mensen zich zorgen gingen maken. Dus ik wilde en niet tot last zijn. Maar ik wilde ook niet dat er werd ingegrepen. Want dan werden mij dingen afgepakt. En ik wist niet, dan moest ik de pijn aangaan, zeg maar. Dus ik vond het vermijden in mijn kamer ook wel bijna comfortabel of zo. Terwijl ik wist leven in je eigenlijk een soort van een eigen waarheid maken voor jezelf. Dat is waar je in leeft, terwijl eigenlijk dat je daar niet in leeft. Ja, precies. En ik wist ook wel, als ik dan wel hulp ging zoeken of wel eerlijk ging zijn naar mezelf en naar anderen, dan moest ik heel veel pijn aangaan. En dat wilde ik niet. Dus om dan te zeggen van het gaat goed, dan ging het ook heel even. Het was een soort van een kleine pleister op jezelf van... Ja. Het gaat wel goed, maar eigenlijk ging het niet goed. Maar je maakt het jezelf wel wijs, zeg maar. Precies. Dan had ik echt gewoon in mijn hoofd van aan. Ik zeg nu dat het goed gaat en dan ga ik vervolgens naar huis om mezelf te beschadigen. Dat had ik al lang bedacht, maar dat ging ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Ja. Ik had ook heel erg van op een gegeven moment van ook een soort idee van... Nee, ik wil ook niet daar vanaf of zo, van dat depressiviteit. Op een gegeven moment krijg je daar een soort van vertrouwelijkheid in. Ja. Dat was in ieder geval bij mij zo. Ja, dat had ik ook heel erg. Ik vond het heel comfortabel, want ik wist ook niet wat daar buiten was, zeg maar. Ik wist ook niet wie ik was zonder mijn problemen. Dus ja, dat is ook een soort bijna veilig. Maar wel heel naar ook, maar ook wel veilig. Ja. Zelf ook wel heel erg dat ik mezelf niet serieus kon nemen, omdat ik dacht van, ja, maar ik ben niet dit. Ik heb niet dat soort trauma's meegemaakt. Ja. Dus ja, ik ben gewoon een aandachttrekker of zo. Dus... ik heb toch niks te zeuren of zoiets. Dus ik moet gewoon normaal doen. Maar, deed ik dat dan niet. Dus vond ik mezelf nog stommer. Ja, ik hoor dat ook zo vaak. Of dat zeggen mensen soms tegen mij van kijk wat je allemaal hebt. Om een soort van dan... Alsof ik dan niet depressief mag of kan zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om je dus te realiseren dat het iedereen kan overkomen. En dat het helemaal niks zegt over hoe goed of slecht je het per se hebt. Tuurlijk, het kan voortkomen uit dat je geen veilige leefomgeving hebt bijvoorbeeld. Maar je kunt ook gewoon eigenlijk alles hebben, hè, op papier. Maar het van binnen toch niet zo voelen. Omdat, dat zijn gewoon twee hele verschillende dingen. Oh, geloof mij, ik was één verwend joch. Ik had alles. Maar ja, dus, ik had alles. Ja. En dan? Ja. Maar geen mensen die naar je luisteren, dat had je niet. Ja, dus dan had je niks eigenlijk. Ja. Je had toch niet alles? Nee, ja, je had je PlayStation 2 en je had een computer waar je op kon MSN'en vroeger in de jaren 90, 2000. Dat was toen ik 11, 12 was. En dan had je vriendjes waar je mee buiten speelde, maar niemand snapte je. Dat was dan... Dus het was wel precies wat Vera zegt. Ook al denk je dat je alles hebt, het kan zomaar zijn dat je helemaal niks hebt als je goed kijkt, zeg maar. Ja. Ja, dat gaat knagen. Dat is... Ja, ze is heftig eigenlijk gewoon. Het is gewoon
Ja, en ik herken het ook nog wel van de middelbare school. Dat ik dan dacht van ja, maar ik haal gewoon goede cijfers en zo. En want daar was het ook bij ons thuis gewoon heel erg op gericht. Van nou, als je maar goed je best doet en je haalt goede cijfers, dan gaat het goed. En op school was dat ook een beetje zo. Dus ja, met mij ging het altijd goed. Dus op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik gewoon slechte cijfers gaan halen. Want dan hebben mensen door dat het niet goed gaat of zo. Maar... Ja. Nee, maar dat is andersom. Ik dacht, ik moet goede cijfers blijven halen, zodat niemand gaat zien dat het niet goed gaat. Om het blijven te verbergen, zeg maar. Mij was het weer een beetje anders. De cijfers, mijn ouders zijn nooit zo gefocust geweest op hoe ik het doe of hoe ik presteer. Ik legde het mezelf wel een beetje op. Maar het was meer altijd van, ja, maar zorg gewoon dat je gelukkig bent, was altijd de boodschap. Maar dan dacht ik ook van, ja, maar dat lukt me niet. Het enige wat eigenlijk dan van me gevraagd wordt, lukt me dan eigenlijk ook niet. Maar al die andere dingen wel. Dus dan voel je dan ook heel erg een beetje daarin falen. Ja. En Robert? Je bent heel stil. Ja, ik zei het net al, bij mij komt het ook uit een andere tijd, hè, en uit een ander land trouwens. Hè. Vlaanderen is toch anders in praten over problemen dan Nederland, zeker toen in de jaren 80. En wat ik me herinner is dat ik eigenlijk heel alleen meer was. Het was heel eenzaam. Ik kan alleen maar in een tunnel zitten en denken van niemand anders in de wereld heeft het. En het bijzondere is, en daarom dat ik eigenlijk pas, ja, toen is het verminderd toen ik volwassen werd. Want dan gaat, ja, het is er wel altijd als kwetsbaarheid, maar niet de intentie die ik toen had in de tienerjaren. En dat ik echt pas met mijn familie erover gepraat heb, eigenlijk een paar jaar geleden. Eigenlijk in aanloop naar, ja, ook een beetje zomergasten, dus dan nog wat later. En dat pas toen mijn idee, ik zag van, er zijn nog zoveel anderen rondom mij, hè, dat die dat ook hebben. En dan denk ik van, toen ging mijn ogen er op. Ik zou het iedereen wel toewensen om er eerder over te praten op een goede manier, als het natuurlijk kan. Want soms kan het niet praten met de omgeving. Maar en ik denk dat we te veel schroom hebben soms om dat te doen. Hè. En anekdote wat ik ook merkte, en dat zit ook in mijn generatie, ik ben al 53, dus iets ouder dan velen hier. De eerste keer dat ik erover gepraat was toen ik bezocht werd door een paar ouders, wien zoon helaas suïcide had gepleegd. Uit het zuiden van het land bij mij terechtgekomen. En die kwamen mij vragen van een professional, hoe komt het dat iemand dat doet, zo out of the blue? En al gaande vertelde ik over mijn eigen ervaring voor het eerst. En toen zag ik dat die vader heel emotioneel werd. En toen heeft hij ook voor het eerst, zij was ook wat ouder, met mij, ook voor het eerst zelf over gepraat. En zie dat er heel veel mensen eigenlijk ook nog ermee blijven zitten. En ik denk dat dat ook moet veranderen. Dus daarna wij ook met... Ja, ook professionals met jongere mensen erover kunnen praten. Want ik wens niemand toe om in die tunnel te zitten. Dus mijn advies, ja. Mm-hmm. Ja, het helpt wel om er dan toch over te praten, ondanks onze schroom, schaamte en zo. Want dat, ja, dat, ja. Dan komt er iets, ja, toch iets los. Maar ik zie ook, om toch wel even die chat erbij te pakken, omdat ik dat redelijk, ik vond het wel een hele belangrijke vraag. Hoe kan een buitenstaander dan signalen herkennen als je een masker draagt? En dat is een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Dus ik had hem net even beantwoord. Maar dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat degene die om je heen leven, die om je geven, dat ze in ieder geval openstaan voor hoe je je voelt. Want als ze niet eens openstaan voor hoe je je voelt en het niet serieus nemen, dan ga je ook niet meer jezelf openen en sluit jezelf steeds meer af. En durf je het ook niet meer te zeggen, want dan krijg je dus dat gevoel van, ik ben maar een last. En ja. Dat moet natuurlijk niet het effect zijn. Nee. Dat is dus ook dat hele, ik zie je. Maar het is goed dat je dit zegt, want eigenlijk zou standaard moeten, de moed hebben, het is niet makkelijk. Als professionals zijn er veel meer in getraind van, als we iemand zien die gewoon in de shit zit en problemen heeft, even vragen of die sombere gedachten heeft. Ja. Of het dat leven is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Het is natuurlijk 2022. Iedereen zit in zijn eigen scherm, in zijn eigen bubbel. Ja. En het is onmogelijk om van iedereen te vragen om maar open te staan voor iedereen. En dat mag je ook niet vragen, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, om het even hard te zeggen, zijn eigen shit en zijn eigen problemen. Maar omdat we ook eigen shit hebben en eigen problemen, is het soms ook fijn, klinkt heel hard, maar het is wel zo, om soms naar iemand anders problemen te luisteren, zodat je daar misschien wel de controle over kunt krijgen om dan diegene te helpen. Want het is altijd beste schipper staan aan wal. En dat is voor mij altijd nog een ding wat heel erg heeft geholpen, is dat andere mensen die ook die problemen hadden, die konden mij de tips geven terwijl ze zelf er ook mee zaten. Maar ze zagen mijn problemen vanuit de buitenkant. Dus daar konden ze beter op oordelen dan op hun eigen probleem.
Ik weet niet of dat goed uitgelegd is. Ik vind het soms ook fijner om te zeggen tegen iemand anders die ergens mee dealt, waarvan ik herken dat ik daarmee deal, om te zeggen hoe die moet doen. En uiteindelijk dan mezelf spiegel. Oh, wacht even, ik heb het eigenlijk tegen mezelf. Ja, het is soms makkelijk om een ander advies te geven dan jezelf. Ja. Ja, terwijl ik dus juist ook heel erg merk dat als jij je openstelt voor de wereld, dat je dat ook terugkrijgt. Dus ik zie dat bijvoorbeeld in mijn familie heel erg, waarin gewoon iedereen zo'n beetje een angststoornis of een depressie heeft. Maar niemand praat daarover. Dus ik ging daarover praten, gelijk online op het internet. En ik zie nu gewoon dat van links en rechts komen nichtjes en neefjes naar mij toe. Omdat ze weten dat ik hierover spreek en dat ze zich veilig voelen bij mij. Dus daarin kun je het ook dus omdraaien, dat je zelf een soort van het goede voorbeeld stelt. En dat je ook laat zien dat het bij jou ook niet allemaal roze geur en maneschijn is, al lijkt dat misschien wel zo vanaf de buitenkant. En dat is voor mij ook echt wel een openbaring geweest. En zeker ook bij de jongere generatie. Dus weet je, mijn oma die zegt misschien nog steeds van, angsten, is dat dan zo'n probleem? En dan denk ik, hoe zie je dat niet? Maar dan denk ik van, oké, gelukkig met deze generatie merk ik dat we het dan hopelijk toch anders doen. Ja. En dat er over gesproken wordt. Ja. Ik zie, want Robert die had... sorry. Nee, ga verder. Ja. Robert die zei dat hij uit die 80, of toen hij jong was, in de jaren 80 leefde bijvoorbeeld. En ondanks dat ik daar nooit geleefd heb, kan ik me best wel begrijpen dat nu door social media, et cetera, het en heftiger wordt, maar ook wel makkelijker wordt. Dus het heeft twee kanten. Aan de ene kant, je hoort sneller van anderen hoe ze ermee dealen, omdat het met alles, of het nou LGBTQ is, of het nou pesten is, of wat dan ook, alles wordt in een sloot gegooid van de social media. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk, omdat je dus nu ook sneller getriggerd wordt door het juiste zelfbeeld. Noem maar op. Is dat dan ook wel weer een verschil, Robert, wat je dan ziet vanuit de jaren 80, dat je dan ook sneller getriggerd kan worden om depressief te worden, et cetera? Het is wel heel interessant wat je nu zegt. Ja, ik bedoel, het was toen geen sociale media, het was niks. Het gaat alleen maar in je eigen omgeving. Ja, dat kunnen jullie zich niet voorstellen. En alleen maar vaste telefoons hadden we toen, hè, om niemand te bellen. Dus had ik weinig triggers. Dus ja, dan zat ik helemaal alleen mee. Ik bedoel, dat is, gaat alleen maar in. Dus ja, ik vraag me af wat het zou geweest zijn als sociale media er was, Insta en zo, en ik daarmee geconfronteerd werd, dat dat geholpen zou hebben, zeker in herkenning en zo. Ik weet het niet. Ja, want nu kun je overal op reageren. Als bijvoorbeeld Vera nu op haar social media een berichtje zet over iets waar zij over denkt, kunnen er 3000 comments onder staan van mensen die daar weer een mening over hebben. En dat staat allemaal openbaar, waardoor je of weer negatief of een positieve lading krijgt. Dus het is lastig ook nu met social media. Ik denk dat het ook wel echt heel erg is wat je volgt. Dus, want vroeger was er, ik ben er niet meer. En toen keek ik ook nog wel, maar dan keek ik bijvoorbeeld op Canadese sites. En dan was het echt wel, ja, als je pech had, dan las je inderdaad over zelfbeschadiging en dacht je, oh, bestaat dat ook? Helpt dat? En zit je 10 jaar later met de gevolgen terug, maar dat je denkt, waarom heb ik dat ook überhaupt ooit gelezen en waarom? Maar je kan natuurlijk ook iets positiefs volgen van iemand die, die er op een hele andere manier mee om is gegaan en die je echt als inspiratie ziet. Ja, het heeft inderdaad twee kanten. Ja. Even terug, denk ik, naar vragen vinden is wel cruciaal. Maar ik denk, als ik hulp zou gekregen hebben, toen ik in de middelbare school zat in het begin, ik was heel druk, ook ongeconcentreerd. Mijn punten op school waren vreselijk. Ik vraag me af of ze de juiste vragen zouden gesteld hebben toen. Hè? Want ik denk dat er heel erg richting van ADHD en aandachtsproblemen zou gegaan zijn. Maar ik weet niet of ze zouden herkend hebben dat ik toen echt wel in de put zat. Ik was niet echt... Ja, niet depressief, maar wel heel, heel suicidaal. En dat is, en daarom vind ik van belang, en ook in aansluiting van Nigel zei, van toch
ook bij als mensen in de shit zitten en problemen hebben, het is wel van belang om te gaan vragen naar die somberheid en zwarte gedachten en heel voorzichtig aan het polsen. Is dat er ook? Want dat, en dat zouden we meer met elkaar moeten doen. Maar ook een beetje nadenken van wat we nu zien in de chat ook. Niet alleen de vragen stellen, maar het is ook de manier waarop er gereageerd wordt. We moeten niet paniekerig zijn om naar veiligheid te gaan. We moeten ook niet gaan belachelijk maken of zeggen dat het minder is. Maar wel ja, met interesse en erkenning praten met mensen. En ik denk dat dat iets is waar als, ja, veel meer aandacht voor moet zijn. Want ik heb het gevoel dat er ook vaak een oordeel zit, ook in de manier waarop gevraagd wordt. En dat is vooral denk... vanuit... dames gaan voor. Dames gaan voor. Ja, correct. Nee, ik vind, wat voor mij ook wel was, dat ik het idee had dat mensen heel snel naar oplossingen gingen. Dus dan vertelde ik mijn verhaal en dan zeiden ze meteen, oh, heb je dit en dit al geprobeerd? En dan dacht ik, oh, ja, nou, oké. En dan voelde ik me eigenlijk helemaal niet echt gehoord of gezien, omdat het meteen een oplossing werd gegooid. Of er kwamen meteen allemaal consequenties van, nou ja, als je dit nu vertelt, dan mag je niet meer naar huis. Dan denk ik, ja, oké, nou ja, dan vertel ik alweer een verhaal waardoor ik wel weer naar huis kan, prima. Terwijl ik eigenlijk heel graag gehoord en gezien wilde worden. En ik wilde niet al die oplossingen direct. Ik wilde eerst aansluiting hebben, eerst contact hebben en een beetje vertrouwen. Voordat er ruimte was om überhaupt een tip of een advies aan te nemen. Gezien de tijd, zullen we door naar de tweede fase van herstel. Ja. Dat is worstelen met je problemen. Dus op het moment dat je eigenlijk gewoon je erkent dat er problemen zijn. Wat ga je doen? Ga je hulp zoeken? Hoe houd je hoop? Ga je de omgeving informeren? Angst, controle, et cetera. Er zijn heel veel gevoelens die dan spelen. Ik denk dat wanhoop en hoop en een van de kernvragen die meerdere keren gesteld werd, die binnenkwam vooraf, zeg maar, bij aanmeldingen, was hoe houd je hoop? Ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke vraag is. Ik weet niet wie er als eerst iets over wil zeggen. Ja, voor mij is het heel makkelijk. Mijn hoop was mijn motivatie naar toch iets bereiken. Dat was... De reden waarom ik nooit echt een echte poging heb gedaan, om het even zo te zeggen, en om de dood op te zoeken, was omdat ik altijd mezelf kon uiten in mijn hobby. En ik ben heel blij dat ik die hobby heb gehad. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet weten. Maar voor mij was dat de oplossing. Het van me afschrijven. Muziek maken. Creatief bezig zijn. Ondanks dat andere mensen daar dus misschien geen gehoor aan wilden geven. Ofwel, ik maakte het toch wel. En daar kon ik mijn ei kwijt. Nee. Kan ik misschien ook wel iets over zeggen. Misschien een beetje, ja, ik was op een gegeven moment ook wel de hoop gewoon echt kwijt. Dat was, er was gewoon echt op een gegeven moment niet meer. En dan was ik dan wanhopig dat ook niet eens gewoon. Ik was gewoon echt helemaal klaar. Ik had geen hoop meer en ik hoefde het ook niet meer op een gegeven moment. En zo ben ik dan tot ook een eerste poging gekomen. En daarna werden dingen ook niet beter, zeg maar. Dan was het alleen maar nog lastiger dat ik daarmee in de knel zat van, nou, is het zover gekomen? Ben ik er nog? Hoe ga ik dit ooit confronteren dat ik hiermee verder ga? Want daar zit ontzettend grote gevoelens van schuld en schaamte bij. En toch is het me uiteindelijk gelukt om weer hulp terug te vinden. Maar dat heeft gewoon even geduurd. Dat had ik, als je me dat toen had gevraagd, had ik dat ook nooit verwacht dat dat ooit zo nog zou gebeuren. Want ik was daar heel erg volhardend en koppig in, op mijn eigen manier. En waar ik dat uiteindelijk in gevonden heb, was toch wel iets aparts. Want op een gegeven moment kreeg ik dan iets langs over dat mensen nodig waren voor kinderen en daarin begeleiding. En dat leek mij wel zinvol. En daar ben ik toen mee begonnen. En dat gaf mij zo ontzettend veel betekenisvol, zeg maar. Gewoon door iets goeds te doen, wat vrijwilligerswerk. En dan gewoon door iets goeds te doen voor een ander. Dat gaf mij ineens weer een gevoel van betekenis voor mijn eigen leven ook. Dat ik daarmee iets kon verbeteren voor een ander. Of al was het mij ook een beetje ondersteunen. Hè. Ik deed hele kleine, simpele dingetjes. En dat was echt zo'n eerste stap waarbij ik ook weer hoop terug begon te krijgen. En waarom ben ik daar uiteindelijk mee begonnen? Ja, dat is een hele complexe vraag, zeg maar. Dat is lastig om kort uit te leggen. Maar dat toch wel een soort van als ik er dan toch nog ben, wat ga ik dan doen? Hè? Als ik er niet uit kan stappen, dan ga ik nog maar iets doen en dan was het maar iets voor een ander. En uiteindelijk heeft dat heel veel voor mij betekend. Heeft dat voor jou dan ook echt
zeg maar, die push gegeven van ik ga nu ook wat aan mezelf doen, zeg maar. Of nou, ja, aan jezelf doen, om gewoon een juiste weg te vinden. Het is sowieso een eerste stap geweest. En daarna was er al, nou, ik zat nog wel af en toe in opnames. En vanuit die opname heb ik ook bedacht van misschien moet ik hier wat mee. En toen ben ik een studie gaan opzoeken. En ik was nog wel heel erg aan het twijfelen of ik nou er echt voor wilde kiezen om voor het leven te gaan of niet. Maar door elke keer weer een heel klein stapje daarin te zetten, werd die kleine hoop steeds groter. Dus dat heeft wel van, dat ging wel op een gegeven moment naar meer smaken. Maar dat was echt heel erg pril. En ook echt met vallen en opstaan trouwens hoor. Dit ging op en naar beneden en naar boven. Ja. Zou je dat voor een deel ook toeval noemen, Max? Maar dat vind ik een hele mooie vraag, Robert. Want ik zat dus bedenken, hoe ben ik ooit bij gekomen dat werk te doen? Dat was echt toeval dat ik dat tegenkwam. Ja. Toevallig, ik weet niet meer of het nou via het internet was of ergens anders een advertentie of via het nieuws. Maar dat daar mensen voor nodig waren. En dat is, zal echt wel een ingrediënt toeval in hebben gezeten. Ja, ik vraag niet zomaar, omdat ik merk dat toeval, en dat dit is heel veel, toeval is heel belangrijk in het leven. En dat kan elk moment komen. Dus in die zin geeft dat heel veel hoop. Dat moet je ook nemen op zo'n moment en overhoop staan. Maar dat iets, in die zin heb ik bij mij ook. Want bij mij was het door de klasverandering. Ik zat ook bij andere gasten, waar ik veel betere klik mee had. En toen dacht ik, wauw, dat is... En toen was het ongeveer in de vierde klas. Ja, en toen is het plots beter gegaan. Dat is... Misschien wel mooi, hoe je dat zegt, met toeval. Ja. Dat was voor mij ook wel een stukje toeval. Een ander aspect waar wij toeval willen helpen, ook bij ons in de zorg, is door inzetten, en dat helpt hier ook, wat we nu doen, van ervaringsdeskundigen. Ik heb het gevoel dat die veel meer in staat zijn soms om, naast alles wat de professional biedt, wat ook belangrijk is, maar ook toch dat stukje die aansluiting teweeg te brengen. En ook jongeren die heel erg diep in de problemen zitten, soms te helpen. Bij ons vind ik een pareltje, Kelly, onze ervaringsdeskundige. Die hebben we ook al in contact gebracht met een aantal van onze jongeren in onze acute afdeling. En die slaagt erin om iets voor elkaar te krijgen, ook door haar contact. Door ook die hoop te geven, wat eigenlijk wij als professionals niet kunnen. En dat vind ik ook een cruciaal aspect. Ja. Mm-hmm. Ja. Zeker. Mooi, ik zit te denken van dat was dan inderdaad toevalligheden die komen nou eenmaal, die zie je natuurlijk niet aankomen, maar je moest ze ook wel weer aan kunnen pakken op een manier. Dus ik zie altijd de combinatie van aan de ene kant uit jezelf, aan de andere kant moet er klaar voor zijn. Wat voor mij ook wel een ding was, is dat ik op een gegeven moment dacht, de optie tot zelfdoding heb ik altijd, dus ik kan best nog één keer alles geven in therapie. Ja. En als het dan niet werkt, dan heb ik nog steeds de optie tot zelfdoding. En dat was voor mij mijn motivatie in ieder geval om therapie aan te gaan. Nog een keer. Ja, dat herken ik ook. Dat ik op een gegeven moment alleen maar dacht aan dood zijn. En op een gegeven moment dacht ik, maar wat als ik nou blijf leven? En het gewoon nog een keer ga proberen. En dat is zo gek, maar op een gegeven moment... Je denkt alleen maar één kant op. En op een gegeven moment, dan denk je opeens die andere kant op. En dat kan net weer even iets zijn waardoor je denkt, hey, laten we dat toch eens verkennen. Of er dan toch een soort van iets is wat je kunt doen in therapie. Toch een beetje een soort van skill opbouwen. Het voelt een beetje zo van, oké, dit is mijn missie. Ik ga nu goed worden in leven. Zo voelde het wel, weet je wel. Gewoon van, oké. Dit is een missie voor mij nu, weet je wel. En ik ga nu dit doen, want dit moet gebeuren nu om goed te leven. Dit moet gebeuren omdat ik me zo weer... Dan kan ik me weer zo voelen. Ja, hij was voor mij ook wel nieuw. Ja. Ik ben op een gegeven moment groepstherapie gehad. Echt heel lang, in opname ook. En daar heb ik mensen leren kennen die tegen zoveel vergelijkbare dingen aanliepen. Dat ik me eindelijk gehoord en gezien voelde. En dat ik het gevoel had dat ik samen met hun dit gevecht aan het voeren was. Ja. En dat heeft mij ook heel erg geholpen, dat ik het niet meer alleen deed. En ook niet, ik had ook niet zeg maar alleen maar mensen die gelukkig waren, die me wilden helpen. Maar ook mensen die zelf ook echt gewoon in de shit zaten. Ja. Ja. En we gingen echt met z'n allen er tegenaan. En dat ging echt niet zeg maar in één keer goed. Dat was wel heel lastig. Maar dat heeft mij wel heel erg geholpen. En dat is denk ik ook een beetje het stukje van op zoek naar hulp. Wat Nigel zei over het weer hoop zien door je ambitie. Bij mij was het eigenlijk andersom. Ik denk dat ik
doordat ik me zo slecht voelde, in eerste instantie echt alles probeerde om mijn negatief zelfbeeld, zeg maar, op te krikken door twee studies tegelijk te doen, een baan bij de Rabobank waar ik eigenlijk niks meer had, maar dat ik dacht, mijn ouders vinden dat boeiend. Ik wilde ook actrice worden, dus daar deed ik audities voor en werd ik ook nog aangenomen. En op een gegeven moment deed ik zeg maar 6 dingen tegelijk, maar was ik nog steeds dood en ongelukkig. En een gegeven moment mislukte dat allemaal. Ik werd ontslagen. Dat acteren lukte niet, want ik was veel te zenuwachtig. Mijn studies lukten niet, want ik was helemaal niet gelukkig. En toen had ik eigenlijk niks meer om het voor te doen. Dus toen was het van ja, eigenlijk was alles mislukt wat ik wilde in het leven. En hoe hield ik toen hoop? Eigenlijk op dat moment dus niet meer, maar toen was eigenlijk mijn enige hoop nog van misschien is er iets van hulp wat me wel in ieder geval kan zien staan. Of kan. Ik denk dat ik me vroeger heel weinig zeg maar echt gezien heb gevoeld en daarom ook zo enorm wilde presteren om maar gezien te worden, om maar te laten zien dat ik iemand ben. Dus ik denk dat ik in die hulp ook een beetje probeerde dat ik misschien wel eindelijk me gezien voelde en eindelijk ook mezelf serieus kon gaan nemen. Nou is die weg naar hulpverlening niet altijd even makkelijk. We kregen ook een van de vooraf gestelde vragen was van ja, heel fijn dat jullie in ieder geval goede hulpverlening hebben gehad, want jullie hebben het daardoor gered. Maar ik heb alleen maar slechte ervaring met hulp en dan kom je er niet meer zo makkelijk. Maar ja, ik denk niet dat wij allemaal geweldige hulpverlening hebben gehad. Ik bedoel, ik heb ook de eerste 3 dingen, ik ben ergens weggestuurd. Nou, toen was voor mij helemaal mijn leven zo'n soort van beëindigd. Dat ik dacht, nou, als ik zelfs als cliënt het niet goed kan doen, dan ben je wel echt gefaald in het leven. Maar goed, uiteindelijk toch volgehouden en toch ergens terechtgekomen waar ik ook gewoon als gelijke werd behandeld en waar niet enkel naar mijn dossier werd gekeken, waar gewoon echt naar mij werd gekeken en ook in groepstherapie terechtgekomen en gewoon voor het eerst me open durven stellen naar andere mensen die ook zoiets hadden en durven praten over dingen. Ja, dat heeft zoveel bijgedragen en ook weer zoveel perspectief gegeven. En ook echt stapje voor stapje. Niet in de zin van, ja, hoe houd je hoop door te denken, nou, later krijg ik ooit kinderen en een eigen huis enzovoort. Maar nee, ik was al blij als ik een weekend gewoon fatsoenlijk door kon komen. Mm. Dus ook niet te ver vooruit denken. Dat denk ik dat het ook heel belangrijk is. Ja. Ik ben 30, ik denk nog steeds niet aan een huis. Een hele andere discussie dit. Maar ik snap het wel wat je bedoelt. Van, ik voel precies met jou met dat te veel al willen of zo. Ik denk dat gewoon kleine stapjes zijn het belangrijkste. Een huis komt vanzelf wel. Dat zijn ook van die idealistische gedachten. Hè? Van, omdat iedereen zegt, ja, je moet een huis, je moet kinderen, je moet een leven. En soms denk ik bij mezelf, ik ben 30, ik heb nog geen huis, ik woon in een appartement. En dan denk ik, ja, nee, ik ben nog lekker een kind en ik leef wel. Maar aan de andere kant denk je ook wel, oh, al mijn mensen om me heen, die zijn nu allemaal vader aan het worden, moeder aan het worden, et cetera. Dus dat is ook weer heftig om te zien ook eigenlijk. Ja, aan de andere kant zijn die ook niet allemaal gelukkig. Nee, maar dat is het ook. Ja. Hè? Je kunt ook gewoon kinderen hebben en vol voor je kinderen leven. Dat hoor ik ook heel vaak, weet je wel. Ik leef voor mijn kinderen. Nou, oké, ja. Ik weet niet of je kinderen daar... Als je alleen leeft voor je kinderen, dat is wel heel, dat is wel een grote last voor je kinderen, denk ik. Maar dat is ook mijn grote missie. Ik moet eerst zelf gelukkig zijn en mezelf in de spiegel kunnen aankijken en zeggen ik hou van mezelf. En dat ik dan tegen anderen kan zeggen ik hou ook van jullie, zeg maar. Anders is het niet eerlijk. Dat is wel heel idealistisch, maar het is wel mooi. Ja, het is gewoon... Leg je wel de lat voor jezelf er erg hoog, hè? Ja, oké. Ik had nog een paar punten, een aantal vragen die vooraf kwamen die te maken hebben met dat wanhoop en hoop. Een voorbeeld is, welk lichtpuntje hield jullie hier en wat hield je destijds tegen om het niet te doen? Ik weet niet of die vragen eigenlijk al beantwoord zijn hoor, maar als je er nog iets over wil zeggen. Ja, voor mij was het ook wel de reden om het niet te doen, toch wel ook mijn gezin. Met een... Vooral denk ik voor mij mijn tweelingbroer, die is daar heel belangrijk in geweest. Dat ik niet
hem alleen wilde laten of zo. En uiteindelijk ook mijn grote broer. Die is ook eigenlijk, zodra ik heb gedeeld, hij was de eerste waarmee ik überhaupt ben gaan delen. En sinds dat moment is hij eigenlijk altijd naast me gestaan. En nog steeds hebben we eigenlijk dagelijks contact. Die is voor mij echt, echt heel belangrijk geweest in het herstel. Ja, dus dat was voor mij wel reden om het niet te doen. Gewoon echt wel mijn broers en ook wel mijn zus. Ja. En nu ook, dat zijn ook hele belangrijke redenen om, waardoor het bij mij beter is gegaan. Ja, en mijn ouders ook. Ik vind het vooral lastig als ik erover nadenk, omdat ik net ook de verhalen heb gehoord van je wil geen last zijn voor iemand. En ermee stoppen was ook weer een last voor iemand. Ja. En dat was voor mij, de drempel om het niet te doen. Om in de auto te zitten en denken, wat nou als ik nu mijn stuur naar links swipe? Het klonk gewoon heel... Ik zat in de auto en ik dacht bij mezelf, ik kan nu het stuur naar links omgooien, maar waarom doe ik dit niet? Ja. En dat was gewoon, eerst was dan de gedachte van, dan zitten die weer ermee. En dan op een gegeven moment ging mijn hele, het klinkt heel raar, maar mijn begrafenis ging voor mijn neus voorbij. Welke muziek werd er gedraaid? En het was heel echt in mijn hoofd van, wat gebeurt er? Gaan er mensen daadwerkelijk naar mijn begrafenis komen? Of naar mijn... Alles ging door mijn hoofd, maar het lichtpuntje was dus daadwerkelijk, als ik dit nu doe, heb ik mezelf niet bewezen. En dan ben ik al nog meer een last voor diegene die ik nu achterlaat. Want ik heb mensen die ik achterlaat en daarvoor ga ik het doen. En dat was toen op een gegeven moment ook van, nee, ik ga niet. Dat was voor mij ook echt, ik zie dat stuur nog steeds en mijn gedachten, ik ga niet dit doen, ik blijf gewoon op de weg en ik rijd door. Dat was mijn lichtpunt. Het is wat ik zeg, maar inderdaad, die connectie met de ander, die verbinding is cruciaal. Hè? En dat, maar dat is natuurlijk hetgeen dat ik ook merkte als ik jong was, dat toch af en toe als je in een tunnel zit, dan zie je dat niet meer. Is dat alsof niemand is. Ik heb wel het gevoel dat datgene is later, want die kwetsbaarheid blijft, maar dat ik toch telkens weet van jongens, ja, maar er zijn wel anderen. En ik weet, als ik eruit kom, dan weet ik dat die er zijn. En daarvoor wil ik er gewoon blijven. Het is gewoon, dan moet je zoeken. En dat zien we ook in de hulpverlening. Dat is vaak het lastige. In dat, om die connectie met die ander te maken. Maar op het moment dat je zo diep zit, dan zie je het niet. En dan wil je het niet. En dan wil je het niet tot last zijn. Maar eigenlijk, is dat wel de redding. Omgeving. Ja. Verbinding. Wat was voor jou een lichtpunt? Ja, dat is voor mij denk ik ook wel echt mijn familie. En kijk, wat het bij mij was, en dat zullen jullie misschien ook wel herkennen, het heeft echt een heel erg opbouw gehad, maar allemaal in mijn eigen hoofd. Dus ik sprak er niet over. Want dan werd het echt, en ik wilde ook niet mensen bang maken. Maar eigenlijk toen ik er wel over ging praten met mijn partner, reageerde hij eigenlijk zo goed erop en zo rustig, dat het voor mij ook weer wat ademruimte kreeg en dat het allemaal wat minder eng voelde. Dus dat was ook gewoon een hele fijne manier om een soort van eerste stapje te zetten. Ik heb ook gewoon een hele goede band met mijn ouders en met mijn broertje. En die zou ik het ook nooit willen aandoen. Maar dat is wel iets wat ik heb moeten leren om... Weet je, dat is een begin, maar uiteindelijk doe je het wel voor jezelf. Ja. Ook om echt verder te komen. Dus niet te blijven leven voor anderen, maar ook echt voor jezelf. En voor alles, hartstikke jong, wat er nog allemaal op het pad kan komen. Maar het begon daar wel met mij mee. Ja, dus met familie. Volgens mij lopen we een beetje uit, maar volgens mij kunnen we tussendoor ook wel wat vragen doen die in de chat al staan, denk ik. Volgens mij niet de vraag. De omgeving kwam hier ook een beetje in. Eentje die ik zag, ook zijn er verschillende rond hoogbegaafdheid en autisme en zo. En dat ben ik nadat ik met jou verhaal, Scott. Ik denk dat het ook wel van belang is inderdaad om professionals te treffen die breed kijken. Hè? Die gewoon kijken van hoe past deze sombere gedachte, suicidaliteit in het geheel van het verhaal van iemand. Want uiteraard is het zo als iemand wat
autistischer of trekken heeft of weet ik veel. Ja, dat moet je met een andere manier mee opgaan dan als die anders is, ook met hoogbegaafdheid. Dus dat vind ik, even nadenken van de chat, vraag niks, wat ik zag. Ik zag ook een vraag, dus lotgenoten of ervaringsdeskundigen zijn meer helpend dan professionals. Wat mij betreft niet. Ik denk NNN. Dat er ook, ik heb zelf een hele goede psychotherapeut gehad, die ook gewoon ervaring had in het leven, niet met dezelfde dingen als ik, maar wel gewoon wist hoe het leven moeilijk kan zijn. En daar heb ik enorm veel aan gehad. Ik heb ook wel wat aan gehad aan een andere therapeut die wel meer over zichzelf vertelde. Ik denk dat het echt gewoon moet klikken en dat het bij de een werkt ervaringsdeskundigheid en bij de ander werkt gewoon een psychiater die uber afstandelijk is. Soms werkt dat ook heel goed. Dat ik weet dat als bij mij iemand veel te veel over zichzelf gaat vertellen, dat ik op een gegeven moment denk, nou, misschien kunnen we wel vrienden worden. Nou, dat werkt niet. Dus ja, ik denk dat dat echt heel, dat het niet zo zwart-wit is, zeg maar. Ik zie ook nog wel een vraag waar ik iets over zou willen zeggen. Van, kunnen jullie iets zeggen over hoe blij je bent dat jij nog bent? De luisteraars hoop geven. Ja. Toen ik die vraag lag, dacht ik tegelijk van ja, dat ben ik inderdaad ook heel erg blij dat ik er nu nog ben. Hoe ik dat nu een beetje zie en zou omschrijven is dat, nou, toen ik zo in die periode zat en in die vernauwing, zijn er heel veel deuren voor me dicht gegaan. Ik heb daarnaast ook een fysieke blessure gekregen, waardoor ook gewoon letterlijk deuren voor me dicht gingen, die nooit meer open gingen. En dat was ook een van de redenen dat ik zo diep begon te zitten. Maar na verloop van tijd heb ik dus ontdekt dat voor elke deur die open gaat, en dat is een bekend gezegd, hem gaat ook echt op een gegeven moment ooit in je leven een andere open. En als je me dat toen had gevraagd, had ik dat nooit verwacht. En als je me toen ook had ontmoet, zou je ook nooit hebben gedacht dat ik er nu ooit nog bij zou zitten, zeg maar. Dat was niet de verwachting. Niet van mij niet en ook niet van mijn omgeving. En ook niet van de behandelaren. En dan denk ik toch van ja, omdat ik toch door middel van toeval en ook er klaar voor te zijn op een gegeven moment weer een stap heb gezet en een deur open heb gedaan. Toch zoveel meer mooie dingen heb mogen ervaren in mijn leven die ik niet voor mogelijk had gehouden. En dat maakt dat ik wel heel erg dankbaar ben dat ik nog ben. En ik hoop dat het ook voor heel veel anderen, dat ze dat ooit mogen gaan ontdekken. Dingen die in de toekomst nog liggen waar je totaal nog geen zicht op kan hebben. Ja, ik ben ook blij dat ik er nog ben. Nou, denk ik wel dat het altijd nog met ups en downs gaat. Dus ik heb echt nog wel zware dagen ertussen zitten, maar ik denk, Maar over het algemeen ben ik blij. Ik heb een hondje, daar ben ik heel blij mee. Hele leuke vrienden, leuke vriend. En ik ben nu zelf aan het werk om anderen te helpen. En ik ben echt heel blij dat ik nu op deze plek sta. Wat ook hoopgevend is, heb ik gevoel, naarmate je ouder wordt, weet je ook meer op voorhand wanneer het komt. Waar jouw kwetsbaarheid zit en wanneer het weer oppopt. En ook dat maakt het draaglijker eigenlijk. Ja, je herkent die waarschuwingssignalen veel beter. Ja, en dan kan je wel mee doen, zelfs vooraleer het optreedt. Dus dat is zeker. Ja, mee eens. Ik denk dat het ook, tenminste, ik merk zelf dat het veel makkelijker is om er nu mee om te gaan dan vroeger. Want als er vroeger bij mij echt zo'n negatief gevoel ontstond en dat ik gewoon tot niks kwam, zeg maar, dan ging ik eigenlijk heel boos op mezelf zijn. Het werd alleen maar erger. Terwijl ik nu gewoon denk, ja, oké, het gaat gewoon even kut. Ik ga gewoon 2 uur in bed liggen, so be it. En dan laat het er maar even zijn en het gaat alweer over. Ook daar vertrouwen in hebben en dan, dat maakt hoe meer je vecht, zeg maar, tegen die gevoelens, hoe erger het wordt of zo. Dus dat, ik vind dat ook wel een hele mooie, omdat ik merk zelf bij mezelf, ik ben zelf heel erg gameverslaafd geweest. Maar alsnog, als ik heel even dus zo'n moment heb wat jij zegt, van ik wil heel even 2 uur niks, en ik weet van mezelf dat ik die nodig heb, dan ga ik 2 uur achter mijn scherm zitten. Heel even gewoon, het zijn dan roleplay games. En dan ben ik even iemand anders. Gewoon even iemand anders en dan ben ik gereset. En dan 2 uur later, dan kan ik weer, zo, we gaan er weer voor. Maar dan gewoon heel even weg. Maar dat is ook heel lastig. Want mensen zien het om je heen als, ja, maar je bent gewoon nog steeds verslaafd. Maar het is, voor mij is dat een uitweg om heel eventjes te resetten, om te weten van, ik zet mijn leven even op standby, heel eventjes een pitstop en daarna ga ik weer door of zo.
Maar ook dat vertellen tegen mensen. Het is soms zo lastig om te vertellen. Ik stop heel eventjes, een uurtje of zo. Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ik ben nooit gediagnosticeerd met gameverslaving. Maar ik kan wel zeggen dat daar echt. Ik was problematisch veel aan dat game op een gegeven moment, zeg maar. En ik game nog steeds wel, maar op een hele andere manier. Nu doe ik het inderdaad ook gewoon van. Ik moet eventjes gewoon. Ik ga erover kiezen, ik ga even gamen. Gooi ik mezelf in een andere wereld. In een andere RPG. En dan daarna gaat het gewoon weer prima, zeg maar. Dus dat is een andere manier. Kan je erbij omgegaan, leren gaan ook. Wat ten eerste problematisch was, is nu iets wat helpt. Ja. En op de vraag van ben je blij dat je er nog bent? Ja, ik denk dat ik heel blij ben dat ik er nog ben. Ik denk dat ik vroeger een extreem verlangen had aan liefde en gezien worden. En nooit verwacht dat ik ooit moeder zou worden. Überhaupt een relatie heb ik 25 jaar lang niet gehad. Ik wilde vroeger altijd een hond, die kreeg ik nooit. En nu heb ik een hond die nu zeg maar heel lawaai maakt. Toevallig. Ja. Hij weet dat je het over hem hebt. Ja. Hallo, ik ben er ook. Hoi, gaat over mij. Ben ik moeder en ik heb nog nooit op deze manier liefde kunnen ervaren, zeg maar, als met mijn zoontje. En ja, dat had ik nooit, dit had ik nooit kunnen ervaren als ik het toen had opgegeven, zeg maar. Dus ja, ik ben in die zin zo dankbaar dat ik al deze dingen heb mee kunnen maken. Ik ben heel blij dat ik er nog ben. Ja. Een vraagje aan jullie, want ik merk dat bij mij die kwetsbaarheid ook een beetje de keerzijde is van een aantal krachtige dingen die ik heb. Ik ben hier redelijk creatief en ik wil graag onafhankelijk zijn en die dingen uiten en ik doe wel aan de wetenschap en ideeën en dat soort zaken. En ik merk wel, als ik daarin belemmerd word, dan komt die kwetsbaarheid naar boven. Dus ik weet op voorhand, dus ik zoek vooral, en dan weet ik, dan moet ik weer wat vrijheid zoeken of wat ademruimte in mijn ideeën om uiteindelijk terug die goede richting op te gaan. En dan En in die zin vind ik die voor mij die donkere gedachten zijn ook toch meer steeds een deel van het leven. Omdat het ook hoort aan de andere kant van dat creatief zijn en mee kunnen ontplooien. En in die zin wordt het veel leefbaarder ook. Maar ik weet niet of jullie dat herkennen. Iemand? Ik herken het wel heel erg. Ik ben ook heel creatief en ondernemend, maar ik ben ook super gevoelig. En ik merk ook inderdaad dat ik dan, zeker als het niet goed gaat, dat ik dan heel erg dwars, dat het me heel erg dwars kan zitten, dat ik dan zoveel last daarvan heb. En dat alles me zo erg raakt en dat ik zoveel kan piekeren en dat ik ook zo perfectionistisch ben. Maar ik kan daardoor ook heel erg genieten. En ik zie heel veel kansen. Dus het heeft, weet je, het heeft heel erg die twee kanten. Maar het is daarom denk ik ook heel belangrijk om die alle twee te zien. En dat je ook juist je kwetsbaarheid kan inzetten op een hele goede manier. Ook op deze manier, zoals we het hier nu over hebben. Dat is ook doordat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Ik krijg er ook wel eens reacties over dat mensen zeggen, wow, wat knap dat je dat doet en durft. Nou, en eigenlijk denk ik daar niet eens meer echt heel erg over na. Omdat het al zo'n tweede natuur voor me is. En dan ben ik gewoon heel blij dat ik dat kan inzetten op een manier waar andere mensen er ook wat aan kunnen hebben. En dan ben ik ook gewoon trots op mezelf. Besef ook dat op het moment dat iemand dat zegt tegen je, bijvoorbeeld in je DM of in een mailtje of wat dan ook. Ik heb dat eerst was het meer, zag ik het als compliment, maar op een gegeven moment werd het ook steeds meer duidelijk dat wat wij doen nu, bijvoorbeeld jij en ik qua social media, Vera, dat ook heel erg, dat het heel bijzonder is voor iemand die dat niet durft, omdat we hebben al een bereik, ik weet, je hebt nog meer bereik dan dat ik dat heb. Op het moment dat wij ons gevoel op internet zetten om te laten zien hoe wij ons voelen, als iemand dan tegen ons zegt, wow, wat goed dat jij dat durft. Was eigenlijk, dat was voor mij ook al, dat zijn van die prikkels voor mij, dat ik ook zie van, wow, wat erg eigenlijk dat jij dat niet durft. Dat was voor mij
een teken van waarom is het zo goed dat ik het durf? Waarom? Er ging een vraagteken door mijn hoofd. Toen begon ik steeds meer te beseffen door die chat, hè, niet hier, maar op mijn stream, dat het gewoon... Dat het nog steeds een, ja, hoe moet je dat zeggen? Een taboe. Dat het gewoon nog steeds een taboe is. Maar niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de generatie later. En dat is ook wel mooi om dan een bruggetje te maken naar de vraag die naar mij gesteld werd net in de chat. Denk je dan niet dat je het over gaat brengen naar jouw kinderen? Ik denk juist dat als wij er nu over gaan praten en dan openstaan voor onze kinderen, hè, hoe ze zich voelen, dat alleen maar beter gaat. Iedereen neemt natuurlijk, elke ouder neemt iets negatiefs en iets positiefs mee. En elke ouder zal nooit de perfecte ouder zijn. Dat kun je ook niet verwachten, want een kind wordt weer, die overgroeit zijn ouders en die wordt weer beter en heeft weer andere kennissen. Maar als jij nu al bang gaat zijn met het feit dat jij deze zorgen mee gaat nemen naar je kind, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je moet juist die ervaring meenemen en weten dat het ervaring is om te weten dat je dit ooit tegen je kind kan zeggen. Dat jij dit hebt meegemaakt en dat hij of zij of het bij jou terecht kan als diegene daarmee zit. Ja, ja, juist dat je zelf zoveel inzicht hebt, dan kun je dat ook beter ook weer doorgeven of zo aan je kind. Ja. 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 Als je ervan bewust bent wat je eigen kwetsbaarheid is en je eigen valkuilen zijn. Als we naar leven met de problemen gaan. Ik denk dat heel veel mensen wel geïnteresseerd waren in wat heeft jullie nou echt geholpen als het gaat om hulpverlening. Is er iets wat een hulpverlener heeft gezegd wat heel erg heeft geholpen? Is er een bepaalde iets wat binnen therapie heel helpend was? Wil iemand daar iets over zeggen? Ja, ik denk, dan kan ik daarna meteen even snel naar de wc, want ik moet heel nodig naar de wc. klinkt heel erg. Ja, precies dat verhaal waar ik net met Robert over gehad. Voor mij heeft social media zo erg geholpen. Weet je wel, van die sprekers op, hoe heet dat? Dat podium. Ik weet niet meer hoe dat podium heet. Sorry? TEDx bijvoorbeeld. Er waren ook twee sprekers die dan aan het praten waren. Maar ook hè, nu TikTok. Dat je allemaal van die motiverende quotes, et cetera. En mensen die praten over het leven met ervaring. En dat geeft mij echt een boost. Dat ik er en niet alleen voor sta. En dat andere mensen er ook zo analistisch over nadenken. Ja. Social media heeft mij geholpen. Ga maar snel rennen. Dank je. Ja. Ik kan niet naar je luisteren als ik weet dat je heel lang naar de wc moet. Ja, over wat geholpen heeft in hulpverlening, toch? Ja. Ik heb mazzel gehad met de hulpverlening die ik tegen ben gekomen in principe. Want ik had hele betrokken, fijne hulpverlening. En ik denk vooral wat daarin die hulpverlening is gebeurd. Ik heb jaren psychotherapie gehad en ook vaker meerdere keren EMDR. EMDR heeft sowieso gewoon toch een soort van praktisch hele fijne dingen opgeleverd. In de zin van dat ik daardoor minder last ben gaan hebben van herbelevingen en paniekaanvallen. Was niet in één keer helemaal weg trouwens. Dat heeft langer geduurd, maar het heeft daar een verschil gemaakt. En überhaupt de behandelingen zelf en de gesprekken, 2 jaar lang, langer zelfs, hebben we echt zaadjes geplant die lang hebben geduurd om te gaan groeien. Want ik gaf ze zelf niet altijd water. Maar die zijn er echt wel in, die behandelingen zijn die daarin. En dat zijn heel veel verschillende dingen. Maar dat heeft echt wel opgeleverd. En ja, op het moment zelf, tijdens die behandeling, niet per se dat er daardoor hele grote veranderingen optraden. Maar in de jaren daarna, en als je dat dan over na gaat denken, over wat heb ik daar nou geleerd? Dat je steeds meer kan herleiden. Dat je denkt, dat heb ik daar toch wel ergens opgepakt. Of daar ben ik daarmee geconfronteerd. En dat ken ik nu van mezelf. En dat heeft daarin bijgedragen. Mooi. Voor mij, als ik dan naar mij kijk, is wat bij mij de hulpverlening heeft geholpen, is dat ik op een gegeven moment therapeuten om me heen had die eerst gewoon vertrouwen wilden opbouwen. En dat kon soms ook gewoon zijn door even een luchtig gesprekje te voeren. Of
grapjes te kunnen maken tussendoor. Waardoor ik wat meer het gevoel had dat ik met een mens zat. In plaats van iemand die boven mij stond. En toen dat wat meer er was, dat ik wat meer vertrouwen had. Want ik was ontzettend wantrouwend. Toen kon ik wat meer, ja, wat meer dieper in gesprek, zeg maar. Maar wat mij wel echt geholpen heeft, is dat mensen gewoon echt de tijd voor innemen. Dat je er echt even mag zijn. Ja, als ik naar mezelf kijk, was het op een gegeven moment ook toen ik naar de crisisdiensten ging. Werd doorverwezen door mijn huisarts. Was het eigenlijk dat ik dacht van ja, ik heb al zoveel therapie gehad. Dus eigenlijk vanaf mijn 14e ongeveer heb ik therapie gehad op en af. Dus eerst in Arnhem, Nijmegen en daarna in Amsterdam met wisselende ervaringen. Maar ik heb bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie al heel erg doorlopen en toegepast. Ik heb EMDR gehad. Dus ik dacht, ja, weet je, leuk al die therapie, maar zoveel jaar verder en ik voel me slechter dan ooit. En ik wilde eigenlijk gewoon heel graag antidepressiva. En ik was ook gewoon heel blij dat het gewoon dus gelijk werd voorgeschreven. Dus zonder weer een heel moeilijk gedoe erover, kreeg ik gewoon gelijk dezelfde dag antidepressiva. En toen uiteindelijk ben ik daarbij ook wel weer therapie gaan volgen. Maar het was dit keer ACT-therapie, ook in groepsverband. En dat vond ik echt heel fijn. Dus ik moet zeggen dat ik daar nu wel gewoon heel goed, met een goed gevoel terugkijk. Dus, en op die medicatie die ik nog elke ochtend slik. Maar ook op de ACT-therapie en de groepstherapie. Dat voelde echt, echt heel goed. En dat geeft me dan meer iets vertrouwen voor de toekomst. Dat ik denk, oké, als er weer een tegenslag komt. Er is nog meer hoop. Er zijn nog meer mogelijkheden. Ik denk dat het voor mij sowieso heel belangrijk was dat een hulpverlener niet boven me ging staan, want dat heb ik ook wel ervaren, dat het echt zo'n verhouding was van, ja, jij hebt gewoon problemen en eigenlijk alles waardoor wij een conflict krijgen, komt door jouw problemen. Dus dat er echt, dat je echt gewoon naast iemand komt te staan en dat je echt samenwerkt. En wat ik wel, het woord mild is wel echt een kernwoord geweest, omdat ik altijd gewoon heel streng en ja, bozig naar mezelf was. En hoe milder je voor jezelf wordt, hoe, nou ja, milder je leven ook kan worden, zeg maar. Dus dat heeft mij wel geholpen. Naast ook groepstherapie en dat soort dingen. Ik heb zelf nooit hulp gehad zelf, maar ik zit natuurlijk nu aan de andere kant als professional. Er zijn ook een paar vragen over trouwens in de chat. Ja. En wat als professionals vooral moet doen, en wat staat iemand die zegt, ja, ik heb maar een uurtje intake om te doen. Ik denk van ja, een uurtje kan voldoende zijn, maar waar je, denk, moet kunnen, is niet alleen de juiste vragen stellen, maar ook zoeken naar wat het juiste moment om een bepaalde vraag te stellen. En voldoende spiegelen en meegaan in het verhaal. En dan echt het juiste moment kiezen om te vragen, goh, als ik zie wat er allemaal gebeurd is, kan ik me best inbeelden dat je even er soms niet meer wil zijn. En dan geleidelijk opbouwen. En dan, en op die manier zorgen dat je echt meegaat in het gesprek. En het gevoel heeft van iemand te horen. En dan inderdaad betrokken te gaan doorvragen. Dat merk je dat wat heel erg helpt. En ook, daar gaat ook naar de vraag over. Ja, en ook de omgeving daarin betrekken op de goede manier. En zonder de jongeren te verrassen, maar echt ook ervoor zorgen dat je ook de anderen in de omgeving kunt meenemen in die gedachten van die jongeren. Want het is van belang om dat te zorgen dat je dit verhaal ook kunt gaan delen. Ja. Er stond ook nog een mooie, vond ik, van Max. Wie ben ik zonder mijn problemen? Want op een gegeven moment werk je aan je herstel en zit je in hulpverlening. Maar heb je misschien al zo lang een diagnose of zit je al zo lang in een depressie, dat eigenlijk is dat op een gegeven moment je identiteit geworden. Hoe kom je daar weer vanaf? Ja, het klopt inderdaad. Ik ben mezelf op een gegeven moment heel erg gaan identificeren met gewoon, ik ben depressief en mijn naam is Max. Dat was echt wel hoe ik me dan bijna wilde voorstellen. Dat deed ik niet zo, maar dat, zo voelde ik me wel heel erg. En ik had ook al zo lang last van paniekaanvallen. En ik was zo makkelijk overweldigd. En ik was zo, ja, nog niet veerkrachtig. Dat, ja, ik kon me het niet voorstellen dat ik ooit zonder problemen of iemand anders zou kunnen zijn, zeg maar. Dat was ik gewoon.
En hoe ik uiteindelijk die identiteit, want dat was dan wel echt gewoon een identiteit die ik ontwikkeld had. Hoe ik die heb kunnen inruilen voor een andere is door buiten mijn comfortzone te gaan. En daarin andere dingen te gaan doen. En dan komen we ook weer een beetje op dat toeval terecht. Maar ook op wat ik merkte. En ik heb bijvoorbeeld ook in opnames dat gemerkt. Ja, als ik in een opname voelde ik me vrij waardeloos. Zeg maar. Ik was echt was niet, geen fan van mezelf. En ik was heel erg boos op mezelf ook dat het zover gekomen was. En toch, zelfs op dat punt merkte ik dat ik iets kon betekenen in contact met anderen. Dat ik gewoon iemand anders kon luisteren. En dat zelfs op mijn slechtste punt, dat ik gewoon nog het idee had dat ik iets kon, dat ik iets van waarde had voor de wereld. En nou ja, dat soort kleine momenten, dat gaan we op een gegeven moment gaan uitvergroten. En daar dan weer een andere identiteit voor gaan bouwen. Dus dat op een gegeven moment gaan omzetten weer. En dat is niet bewust gegaan trouwens. Dat is een beetje, ja, vanzelf. Ja, niet vanzelf ook niet, maar ja, zo was ik er toen nog niet mee bezig. Ja, ik wil daar wel op... Oh, sorry. Nee, zeg maar. Maar ja, ik wil me er wel op aansluiten, want ik identificeerde me ook heel erg met mijn problematiek. Ik was niemand anders meer buiten dat. En daar ging bij mij daarna ook wel echt een proces van rouw overheen. Ik was echt verdrietig en ik moest echt weer op zoek naar mezelf. Wie ben ik? Wat wil ik zijn? Wie was ik vroeger? En dat vond ik wel heel lastig aan het herstel. Ontdekken wie ik eigenlijk ben. En daar voelde ik ook echt wel rouw om. Ja. Ik merkte bij mij dan heel erg ook dat ik dacht, ja, maar als ik geen probleem meer heb, dan moet ik alles goed doen. Want anders heb ik geen excuus meer dat dingen misgaan of zoiets. Wat natuurlijk onzin is, want ja, ook als je gewoon geen probleem hebt, kunnen dingen misgaan. Maar dan ligt het aan jezelf. Dus dan heeft het veel meer impact op je zelfbeeld, wat ik dan heel lastig vond. Maar goed... Ja, ook dat ben ik wel anders gaan zien door te bedenken, ja, maar als ik altijd problemen vasthoud, doet dat ook mijn zelfbeeld niet goed. Dus misschien moet ik gewoon dingen gaan doen en soms faal ik dan en op andere momenten niet en dan kan ik wel ergens trots op zijn. We zitten best wel zwaar over de tijd heen en ik wil ook wel wat Q&A-vragen nog beantwoorden. Zeg maar het gedeelte, hoe gaan we nu om? Met het leven eigenlijk voorbij de problemen. Eigenlijk natuurlijk een heel belangrijk thema. Kunnen we daar nog iets over zeggen? Hoe kunnen we dat combineren met de vragen die er nog zijn? Hebben jullie een idee? Of zien jullie vragen dat je denkt, nou, die wil ik sowieso nog wel even beantwoorden? Ja, ik ben toevallig heftig bezig geweest al, ook met typen. Ik zag er een paar voorbij komen, ook richting mezelf, maar ook gewoon... universeel, of noem je dat. Oh. Dus ik heb ze al wel, ik heb er wel een paar beantwoord. Oké. Misschien mooi om dan wel iets te zeggen allemaal over hoe we nu omgaan met, ja, ik bedoel, het is natuurlijk niet dat als je eenmaal klaar bent met therapie, of als je depressie, of wat er ook heeft gespeeld, zeg maar, enigszins achter je ligt, dat nooit meer terugkomt. Ik bedoel, het kan altijd nog een kwetsbaarheid van je zijn. Hoe ga je nu om met moeilijke dingen in het leven? En hoe... Misschien wil iemand daar iets over zeggen. Ja, ik heb er ook wel een vraag over in de chat, inderdaad. Over als je dan nu anders in het leven staat, heb je dan nooit meer last van zelfmoordgedachtes? Nou, als ik dan voor mezelf spreek, ik heb ze echt nog best wel regelmatig. Ik denk ook dat het een hele automatische route is geworden in mijn hoofd. Van, oh, er gaat iets mis. Nou, dan kan ik ook uit het leven stappen. Ja, en soms gaat dat echt in een soort vlaag. En soms heb ik echt een avond dat ik het gewoon best wel weer pittig vind. En dan ben ik niet bezig. Het is niet concreet. En ik ben er niet met het idee van, ik ga dit echt uitvoeren. Maar die gedachten, die dwalen nog wel af en toe in mijn hoofd. En hoe ga ik daar dan mee om? Ik heb dan een veiligheidsplan. En ik herken dan mijn eigen signalen wel van, ik moet nu even opletten. Nou, voor mij helpt dan een warme douche heel goed. Een warme kruik ook. Een knuffel en een dekentje. Vooral niet te veel moeilijke vragen van mijn omgeving. Dus ik stuur vaak wel, bijvoorbeeld mijn vriend die ziet het dan wel. Of een goede vriendin van mij, die weet het ook vaak wel. En die gaan juist geen vragen stellen, maar die zeggen gewoon, oh, vervelend dat je zo voelt, ik denk aan je. En dat is voor mij dan ook genoeg, want ik heb dan helemaal geen energie om in gesprek te gaan. Dus dan ga ik ook gewoon slapen, vaak. En dan, meestal gaat het daarna wel iets beter. Maar ik vind het nog steeds, ik heb nog steeds wel dat ik er over nadenk soms, ja.
Ja, want ik zie hier inderdaad ook iemand die vraagt van, hebben jullie wel eens een soort van terugval? Maar ik denk, voor mij, ik voel het niet als een terugval. Het is er nog steeds. Dus mijn depressie is er nog steeds. Weet je, gedachten aan de dood zijn er ook gewoon nog steeds. En het is ook niet een verlangen. En ik denk ook niet misschien realistisch om echt helemaal hersteld te willen zijn. Ik denk dat het belangrijk is om vrede te vinden in een leefbare situatie. En inderdaad dat je weer hoop ziet en dat je weer kan functioneren. En dat het in je hoofd rustiger voelt. Maar ook niet te schrikken als je toch weer angstig bent of paniek hebt. Of inderdaad aan de dood denkt. En niet dat te willen wegduwen, maar dat dat er ook nog steeds mag zijn. Ik heb dan ook een signaleringsplan. En daar ben ik echt super blij mee. Dat leerde ik pas, na al die therapie leerde ik dat pas in de crisisdienst kennen, signaleringsplan. Als je erop googelt, kun je dat vinden. En dat is gewoon heel fijn waarin je in stappen kan zien. Als het slechter met je gaat en wat je dan daarbij kunt doen, maar ook wat een ander voor jou kan doen. Dus daarin is het ook erg belangrijk weer dat je erover communiceert op een manier waar jij je prettig bij voelt. Zodat anderen je daar ook in kunnen helpen en in kunnen steunen. En verder, ja, waarschijnlijk hoort dit gewoon bij mij en daar heb ik vrede mee. En ik roei met de riemen die ik heb, zeg maar. Het zijn goede riemen. Je bent er nog. Ja, toch? Ja, ja. Ja, zeker. Zeker. Maar het heeft ook heel erg geholpen om juist wel het niet meer te zien als optie. Omdat het constant zien als optie voor mij ervoor zorgde dat ik eigenlijk nooit gewoon voor 100% voor het leven koos. En op een gegeven moment door te denken, oké, dat is nu gewoon geen optie meer. Dat is geen achterdeur meer. Er zijn allerlei andere deuren, maar dat is geen achterdeur meer. Ging ik veel meer gewoon echt het leven aan. Nou ja, ik weet altijd dat het een achterdeur is, maar door voor jezelf te zeggen dat is geen optie meer. En ja, nu heb ik dat helemaal omdat ik een zoontje heb en denk van ja, dat is echt geen optie meer. Dat kan natuurlijk ook benauwend werken, maar het heeft mij toen wel ervoor gezorgd dat ik veel meer echt ging, weer echt dingen aanging en niet toch steeds een beetje bleef hangen in het, het veilige, depressieve. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet veilig, maar een soort schijnveiligheid, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik zie trouwens een vraag staan. Ik ben lang suïcidaal geweest. Vindt het lastig om? Vindt het nog lastig en wil er eigenlijk over praten? Wat moet ik nou doen naar een dokter? En zeg ik dan, ik wil met iemand praten. Ja, eigenlijk is het zo. eigenlijk denk ik dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf bedenkt wat je wil. Wil je naar een psycholoog? Wil je naar... Ja. Ik kom echt voor jezelf op, want anders dan word je verwezen naar iets waar je misschien helemaal niet naar doorverwezen wil worden. Dus bedenk goed vooraf voor jezelf, ja, waar wil je naar verwezen worden? En ga naar je huisarts en geef het gewoon duidelijk aan. Dat is eigenlijk inderdaad wat je gewoon kan doen. En dat is niet overdreven, niet raar. Nee, en welke discipline maakt niet uit. Het kan soms toch zijn, moet ook voor iemand vinden die met wie het klikt. Ja, dat is vaak belangrijker nog inderdaad, de blik. Mm-hmm. Ja. Zelf ook nog een vraag die ik net heb beantwoord. Hoe gaan jullie om met mensen die zeggen anderen hebben het erger? Hoe kan je zelf ook positiever relativeren? En ik denk dat we dat allemaal hebben meegemaakt, dat mensen tegen je zeggen, ach joh, het zal wel gewoon een vlaag zijn of zo. Of zoals mijn moeder dat heel mooi kon zeggen, je bent jong, dat kan jij helemaal niet hebben. Dat soort dingen. Ik vind het wel fijn om... Ik ben zelf echt een hele erge analist. En op het moment dat iemand iets tegen me zegt... eerst kon ik daar heel erg heftig op reageren. Nu vooral bij mijn ouders, maar ook bij mensen die niet dicht bij me staan... probeer ik altijd te bedenken, waarom zeg je dit? En waar komt dit antwoord vandaan? En wie zegt dit? En heel vaak besef ik dan ook dat het komt omdat die persoon dus of daar nog
hè, dat het taboe bij die persoon heel erg heerst. En dat diegene daar ook eigenlijk ook niet zoveel aan kan doen, omdat die het ook wegfiltert, omdat het gewoon een eng onderwerp is. Je kunt niet de persoon tegenover je blamen dat ze het niet eng vinden, want het is gewoon een naar onderwerp. Dat kunnen we best wel eerlijk open neerleggen hier zo op tafel. En sommige mensen staan er gewoon wat minder snel voor open als je ze niet precies vertelt hoe je je voelt. En ik heb me toch wel steeds meer kunnen beseffen dat op het moment dat je echt vertelt hoe je je voelt vanuit jezelf, maar dus niet wijzend naar een ander waarom diegene dan zo reageert, maar echt gewoon van, joh, maar ik voel mij nu zo, dan kun je echt wel daaruit filteren wie er wel naar je luistert en wie er niet naar je luistert. En degene die dan niet naar je luisteren voor jezelf, dat jij het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt, is dat misschien ook niet meer de moeite waard om het te proberen bij die persoon. Was voor mij dan in ieder geval zo. Ik ging echt keren naar de personen die ik nodig had. Ik heb ook verschillende reacties gehad. Bij de ene merkte ik van dat het wel, wel oké was. En bij de andere ook helemaal niet. Want op een gegeven moment kwamen er wel dingen naar buiten. Dat hield je op een gegeven moment niet meer binnen. Toen dan dingen uit de hand liepen. En dan ga je er echt gewoon ontdekken van waar kan je wel terecht en waar ook niet. En zo ben je door een aantal plekken ontzettend teleurgesteld. En een aantal juist ook ontzettend mooi verrast. Gezien de tijd. Ik had het net over dat als je nog vragen hebt, er zijn vast heel veel vragen niet beantwoord. Ja, wil je zoveel mooie vragen. Maar... Ja. Wil je die nog beantwoord hebben, copy-paste hem even en stuur hem naar info@113.nl. Dus gewoon info@113.nl. Ik denk dat het mooi is om, als we allemaal nog kort iets zeggen voor de mensen die nu slecht in hun vel zitten, en dat we dan afsluiten met het nummer van Nigel, wat 11 maart uitkomt. Wie wil, mag ik daar nog wel wat over vertellen, zometeen heel snel in 2 minuten? Over het nummer. Nu? Dat kan ook nu, maar je kan. Doe dan aan het einde wel als iedereen. Ja. Vera, wil jij iets zeggen? Oh, moet ik als eerst? Oh, sorry, je hoeft niet als eerst. Max mag ook als eerst. Ja, ik ga ook als eerste. Dan moet ik als eerste. Ah, shit. Voor mensen die daar nu in zitten. Als ik dan heel erg weer mezelf daarnaar verplaatste, toen ik daar zo in zat, is het meest waar je voor moet oppassen, is die vernauwing die gewoon al kan ontstaan. Dat je gewoon steeds minder ruimte gaat zien. En als je daarin zit, en als jij weet van jezelf dat je daar nu in zit, zoek dan vooral het contact met mensen op, met andere mensen. Want sommige dingen die gaan door je hoofd heen, die blijven door je hoofd heen gaan, en dan kom je niet altijd in je eentje uit. Daarom ben ik, het is ook een beetje idealistisch, maar we zijn ook voor een reden niet alleen op de wereld. En maak ook gebruik van de mensen om je heen, en ook soms mensen die je niet kent. Bijvoorbeeld een hulplijn of op een andere manier. Blijf er niet in je eentje mee zitten, want... het is niet zo dat één gesprek met iemand het één keer oplost, maar je gaat het ook echt niet altijd in je eentje oplossen. En dat heb ik zelf heel hard moeten ondervinden. En daar zou ik anderen voor willen waken. Alleen is de wereld heel erg lastig. Mm-hmm. Yep. Ja. Robert? Ja. Van belang, gewoon aanvullend. Op zo'n moment geloof je het niet, maar er zijn op dat moment echt wel mensen die, altijd, die er zijn voor jou. Geef het een kans. En ook voor de mensen die er rondstaan, zodat je er bent voor die mensen die die gedachten en die gevoelens hebben. Gewoon zijn, neven naar vragen, kan al heel veel betekenen. Ja. Ik denk dat ik wilde me hier sowieso bij aansluiten. En ik denk ook als je een naaste bent, je maakt je zorgen, ga ook het gesprek aan. Dus dat kan net als iemand het zelf niet lukt, toch helpen dat iemand anders het wel doet. De vraag stellen van hoe gaat het nou echt met je? Of denk je wel eens aan de dood? Dat had mij in ieder geval wel geholpen. Toen het bij mij zo lastig ging. En probeer ook lief voor jezelf te zijn. Ook al is dat ontzettend ingewikkeld. Ja, ik vind dat inderdaad een hele mooie. Het gesprek aangaan met anderen. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Dat je de echte vragen durft te stellen. Dus ik durf wel te vragen hoe gaat het. Maar inderdaad,
ben je somber? Dat durf ik ook nog wel te vragen. Maar denk je aan de dood? Dat vind ik altijd wel een hele spannende, omdat ik dan bang ben voor het antwoord wat erop volgt. Terwijl het juist erg belangrijk is om iemand de kans te geven om zich uit te spreken, zodat het kan opluchten en dat je iemand kan helpen daarin ook om juist te zeggen van, weet je, ga naar een huisarts. Vaak weten mensen niet eens dat je naar je huisarts kunt gaan om doorverwezen te worden. Dat er een praktijkondersteuner is, nu ook met de enorme lange wachtlijsten, wat natuurlijk enorm kut is. En ja, dus durf erover te praten. Dat is ook echt belangrijk. Speel niet alleen maar goed weer als het niet goed gaat. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? Ja, en zoals ik eerder ook al zei, als jij je openstelt naar de wereld, stelt de wereld zich ook vaak open naar jou. Dus daar ontstaat ook weer diepe en betere contacten door. En ik merk dat het gewoon heel fijn is als je een eerlijk gesprek met iemand kunt voeren. En dat het niet alleen maar gaat over de leuke dingen, maar ook juist als het zwaar is. En dat je daar dan echt een eerlijk gesprek over voert. Ja, dan zou ik willen zeggen, denk ik, wat mij dus heel erg heeft geholpen, wees een beetje mild voor jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. En laat gevoelens er soms gewoon zijn en ga gewoon even naar bed of dat. En sta open voor hulp en je bent niet zwak als je hulp krijgt. En onthoud echt dat het echt kan veranderen hoe echt bizar, miserable je zeg maar ergens bij zit van een kamertje van 3 vierkante meter bij wijze van spreken in Amsterdam met geen vrienden, met een 5 keer overgeven op een dag tot geen baan meer. Ja, weet je, ik heb nu een baan, een kind, een partner, een hond. Het kan zo enorm veranderen en dat is niet alleen bij mij, zeg maar, want ik dacht ook in die periode dat ik een uitzondering was en dat ik de sukkel was en dat mij nooit zou lukken, zeg maar. Dus weet dat jou ook kan lukken. Ik wil nog wel even inhaken op wat je zei van dat je niet zwak bent als je hulp zoekt. Je bent juist heel sterk als je hulp zoekt, want als je geen hulp zoekt, dan... Of als je juist hulp zoekt, dan weet je van jezelf, dan besef je van jezelf wat je nodig hebt. Dus dan ben je juist heel sterk. Dus wees daar ook trots op. Het laatste woord is aan jou, Nigel. Ik wilde alleen nog zeg maar zeggen voor mijn tip om mee te geven is... neem niet alleen aan van de mensen waar je van aan wil nemen, maar ook de mensen waar je het minste van verwacht. Voor mij in ieder geval, om het even heel makkelijk uit te leggen. Ik wilde altijd heel populair zijn. Ik wilde altijd heel erg haantje de voorste zijn. En ik wilde alleen met de coole mensen optreden en lopen. Dat was mijn allergrootste fout. Want degene die dat niet wilde en die juist de armen opende voor mij, waren mijn nerdvrienden. Om het even zo te zeggen. En de nerds waar ik me nou ook mee associeer, waar ik me vroeger niet mee zou associëren. Ik ben trots om een nerd te zijn. En mijn nerdvrienden zijn mijn beste vrienden. En als ik die niet had gehad, dan had ik minder kans gehad om hier te zitten. Laat ik het zo hebben. Dus iedereen kan je beste vriend zijn. Mooi. Ik zal... En dat is toevallig ook de brug naar dit liedje. Dit liedje, ik heb op de tweede couplet staat een jongen die dus ook in mijn chat is gekomen. 1,5 jaar geleden met ook depressie. En hij liet live op stream op de camera zijn tranen zien. En dat hij het allemaal even niet aankon. En toen hebben we hem de dag daarna meteen opgehaald. 2,5 uur gereden om hem... bij ons te laten streamen en hem eigenlijk een soort van warm hart te geven. En die is nu sinds 1,5 jaar een van mijn beste vrienden. Dus dat was het voorbeeld. En hij staat nu ook op deze track. Zijn naam is Spike en hij staat op het tweede couplet.
heel veel dieptepunten, maar ook hele mooie kanten. Ik hoor je en ik zie je.